Dames en heren, welkom bij weer een interview van Room for Discussion. Vandaag gaan wij in gesprek met schrijver Lale Gül. Gül schreef een autobiografisch roman over haar ervaring in een conservatief Turks-Islamitisch gezin in Amsterdam-West. Ze e-mailde haar uitgever een manuscript met de tekst "Ik heb een bestseller geschreven." Een voorspelling die zeker is uitgekomen. Iets wat echter veel lastiger te voorspellen was, was de heftige reactie van haar omgeving en vooral het publiek op het boek. Vandaag interviewen wij Gül over haar identiteit als schrijver, opiniemaker en medestudent. Lale, welkom. Dankjewel dat je er bent. Ja, ik vind het allemaal heel leuk om te doen, dus graag gedaan. Ja, we vroegen ons eigenlijk af, hoe wist je dat het een bestseller ging worden? Nou, dat wist ik natuurlijk niet, dat kan je nooit weten van tevoren. Maar ik dacht, ja, ik wist al van zo'n uitgeverij, die krijgt duizenden manuscripten binnen. En dat is ook zo, want altijd als ik op de uitgeverij ben, zie ik zulke stapels. En dat is alleen nog maar papier en dan hebben ze ook nog digitaal. Dus ik weet gewoon van, en ik wist ook van anderen, dat als je wat stuurt, meestal hoor je niet eens iets terug of zo. Dus ik dacht, ik moet een manier vinden om dat toch een beetje te omzeilen. Dat het toch in één keer de aandacht trekt. Ja. Dus als ik nou gewoon een hele, ja, bij de hand misschien wel zelfverzekerde mail schrijf, waarin ik gewoon helemaal doe alsof ik zeker ben van mijn zaak en gewoon, ja, ik heb het af en ik zou het maar uitgeven, want anders ga ik naar de bezige bij of zo. Dan weet ik gewoon van, oh, die gaat wel reageren. En dat gebeurde ook. Nou, dus toch heel fijn dat het is gebeurd. Ja. Ja, zoals we eigenlijk al kort besproken, heb je heel veel reacties ontvangen op het boek. En daarbinnen ook echt doodsbedreigingen. En dat moet natuurlijk een hele grote impact hebben. Dus we vroegen ons af hoe dat zo'n dag als vandaag beïnvloedt. Ik kijk wel, ja, in het begin was ik wel echt heel bang. Ik reisde alleen nog maar met de taxi. Ik ging niet, ja, dat gebeurt eigenlijk nu nog steeds. Ik ben hier ook met de taxi naar de uitgeverij gekomen. Toen naar hier gelopen. Dus dat is wel nog steeds iets wat gaande is. Maar voor de rest, ja, ik heb twee rechtszaken die nog gaan komen. Met twee mensen die nu momenteel vastzitten. Omdat ze gewoon hele ernstige bedreigingen hebben gestuurd. Maar zelfs daarvan is de vraag, ja, gaat het leiden tot een straf? Het is wel in Nederland zo juridisch dichtgetimmerd dat zelfs als iemand 7 foto's van wapens heeft gestuurd, geldt dat niet per se als een doodsbedreiging, omdat diegene kan zeggen, ja, het is mijn hobby. Zo, weet je wel. Dus ja. Er moet echt staan van, ik ga jou dit aandoen. Wil je zo iemand vast blijven houden? Dus ik heb daar niet echt verwachtingen van, maar ik hoop natuurlijk wel gewoon dat diegene gewoon een goede straf krijgt. Maar ja, dat is nog maar de vraag. En die twee personen zijn allebei gelieerd aan Sharia for Belgium. Dus dat zijn best wel, ja, radicale mensen met hele enge ideeën. Maar ja, ik kreeg gisteren een mail of ik erbij wilde zijn in de rechtszaak. Dat vind ik ook zo'n moeilijke beslissing. Ja, wil ik dat? Ja, wat heb ik daar te zoeken eigenlijk? Maar ik ben dan wel ook weer benieuwd van, wat voor iemand is dat nou? Wat voor zieke geest is dat? Maar goed, ik ga er waarschijnlijk niet naartoe. Voor de rest, ja, met die andere bedreigingen is niet echt wat gebeurd. Want dat is allemaal, is heel, heel moeilijk. Anonieme accounts en zo. Ja. Dus die liggen nog bij de politie. Ja, ik weet niet of daar nog wat mee gaat gebeuren. Maar ja, in het begin was ik wel echt heel bang. Ja, ik, vooral in mijn buurt. Kijk, ik heb in mijn boek, dat is achteraf heel dom, maar ik heb letterlijk geschreven waar ik woon, in welke buurt. Dus ik ben in een handomdraai te vinden. Dus toen ik daar nog woonde, dacht ik, ja, hoe dom is dit? Maar toen ik daar eenmaal weg was en toen ik eenmaal contact had gehad met de burgemeester, die gewoon een veilige ruimte voor mij had geregeld, weliswaar tijdelijk, maar toen ik daar eenmaal heen kon, dacht ik wel van, oh, nu ben ik gewoon veilig. Ja. En vooral omdat je ook overal komt met een mondkapje en zo, ben je ook niet zo snel herkenbaar. Maar het gebeurde wel hoor, ik ben heel vaak herkend. Maar dat zijn wel gewoon door lasers. Niet per se door mensen die gevaarlijk zijn. Ja. En ben je nog in contact met je ouders? Nee, ik heb geen contact meer met de familie. Die willen echt niks meer met dat te maken hebben. Soms bellen ze nog wel eens, maar dan zijn ze alleen maar boos. Omdat ik weer ergens wat heb gezegd of zo over ze. Of over het geloof, over mijn gemeenschap. Dan zeggen ze, ja, je houdt ook nooit op en bla bla. Maar ja, dan heb ik er niet echt een antwoord op. Want dan denk je, ja, dit hebben we al zo vaak besproken. Maar nee,
Nee, heb ik geen contact mee. Maar ik snap wel dat ze boos zijn, want ja, hun leven staat ook op z'n kop. En in die gemeenschap, ja, zij worden erop aangesproken, erop aangekeken. Met alles wat ik zeg, heeft weer weerslag op hun en op hun levens. En overal waar ze komen, in de moskee. Zelfs mijn opa, die ik al jaren niet spreek, van mijn vaders kant, die komt dan in de moskee en die krijgt van iedereen te horen, ja, jouw kleinkind, die is op tv geweest en die zegt dit en dit. Dus ik heb zoveel impact op hun levens, zonder dat ik dat per se wil of wens. Ja, dus ik snap ook wel dat ze boos zijn. Ja. En denk je dat het ooit tot een verzoening kan komen? Ik denk het niet. Ja, sowieso wel met mijn broertje. Want die is wel gewoon hoog opgeleid en slim genoeg om dat te kunnen relativeren. En met mijn zusje komt het ook wel goed, want die is nog klein, die is nog 10. Maar mijn ouders zullen me niet vergeven, denk ik. Ja, of... Ja, misschien als ik heel erg zeg dat ik spijt heb en dat ik niks meer ga doen en dat ik me alles terugneem of dat ik me weer bekeer in de moskee of zo, dan misschien. Maar voor de dat anders niet, denk ik. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, heel heftig inderdaad. We hebben je natuurlijk bij een heleboel interviews gezien, maar is er een vraag, zeg maar, die jou niet gesteld is, die je eigenlijk wel zou willen beantwoorden? Oh jeetje. Die mij niet gesteld is. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Nee, een beetje alles al gevraagd. Ja, ik heb zoveel interviews gehad en ook heel, heel diepe interviews en podcasts van een uur, weet je wel. Dus of je wil of niet, alles wordt wel behandeld eigenlijk. Van, ik heb zelfs laatst een interview gehad over mijn favoriete boeken, mijn muziek, wat voor kunst ik leuk vind. Oh, wow. Dus het gaat echt alle kanten op, dus... Ja, nee, ik denk het eigenlijk niet. Nou, we willen eigenlijk nu wat verder kijken naar je boek zelf. Je gaf in andere interviews al aan dat je geen religiekritiek geeft, maar meer cultuurkritiek. Maar in hoeverre zijn cultuur en religie, in het geval van jouw verhaal, van elkaar te scheiden? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb ook later spijt gekregen van die uitspraak, want ik dacht, nee, nu verloochen ik mezelf puur omdat ik sympathie wil winnen. Maar het is natuurlijk wel religiekritiek. Religie en cultuur zijn heel erg met elkaar verstrengeld. Bepaalde dingen in de cultuur die zijn te vinden in oorspronkelijke religieuze teksten. Zoals ja, waarom in islamitische culturen vrouwen een hoofddeksel dragen of gewoon niet met een badpak op het strand liggen, is omdat dat uit de religie komt. Dus ik denk wel dat ze in heel verre met elkaar verstrengeld zijn. Ja, en ik neem ook die uitspraak hierbij terug, want dat is eigenlijk een beetje onzinnig. Ik denk dat dat heel erg met elkaar een wisselwerking heeft. En wat denk je dat eigenlijk zo problematisch is, vooral aan, zeg maar, deze cultuur of religie? Of... Wat er problematisch aan is? Ja. Verschillende dingen. Ik ben heel erg opgegroeid met het idee dat ik niet mezelf kon zijn, omdat ik... alles moest voldoen waar, ja, wat van de religie is en wat van die, wat waarvan mijn ouders zeggen, ja, dat moet gewoon. Zoals, ja, je mag bijvoorbeeld geen vriendje voor het huwelijk en al helemaal niet iemand die geen moslim is. Dat is al iets waar ik heel veel moeite mee had. Dus, maar ja, om me heen zag ik dat niet echt. Want bij heel veel Turkse en Marokkaanse meiden is het heel normaal dat je gewoon... geen vriendje hebt tot je 25ste of 22ste. Maar, en dan gelijk gaat trouwen zonder ook maar samen gewoond te hebben of wat dan ook. En met de eerste de beste gaan trouwen. En dat vond ik altijd al zo onzinnig. Ik denk, hoe kan je nou zonder samen te wonen al gaan trouwen? En dat is ook in de westerse cultuur, doet niemand dat. Dus dat is al iets waarbij ik dacht, ja, dat wil ik echt nooit doen. Straks ben ik helemaal niet gelukkig, weet je wel. En dat heb je ook, dat zie je ook bij heel veel... Ik zag zoveel vrouwen om me heen, familie en zo, maar ook kennissen en zo, die ongelukkig gehuwd waren, puur omdat ze diegene niet zo goed kenden voor het huwelijk. Maar daar zwijg je gewoon over, omdat het gewoon een schaamtecultuur is. Je bent nou eenmaal getrouwd, dus je blijft gewoon bij elkaar. Je krijgt gewoon kinderen en verder zeik je er gewoon niet over. Terwijl misschien wel die man heel agressief kan zijn of weet ik veel wat. Of dat je gewoon helemaal niet matcht met elkaar. En dat soort dingen zag ik wel eens gebeuren en ik dacht, ja, ik wil dat niet. Maar dat was geen optie. Als ik tegen mijn ouders zou zeggen, ja, ik wil eigenlijk eerst samenwonen en graag ook niet met iemand die moslim is, ja, dan
dan brak de pleuris los. Wie dacht ik wel niet dat ik was? En hetzelfde met dat je naar het strand moest met gewoon bedekte kleding, terwijl iedereen in bikini en badpakken daar ligt. Daar had ik ook super veel moeite mee, terwijl mijn neven en broers wel allemaal een zwembroek aan hadden. Maar ook dat ik op de middelbare school zag dat homo's niet zichzelf konden zijn. En dat ze altijd gepest werden, zelfs geslagen. En dat ze van school moesten wisselen, et cetera. Maar dat je ook heel erg veel die slutshaming had. Als je had gezoend met iemand, dan was je een hoer, was je een slet. En dan kwam je in zo'n bezemgroep, een exposgroep en weet ik veel wat. En ik heb me heel vaak afgevraagd van, ja, waarom heb je dat wel altijd op die zwarte scholen, maar nooit, ja, veel minder op witte scholen. En ik heb dat altijd gekoppeld aan, ja, dat is omdat wij moslims zijn. Maar ja, ik weet ook niet per se of dat de enige oorzaak is, maar ja, dat zit zo in die cultuur ingebakken. Dat allemaal niet hoort, dat het allemaal fout is. Ja. Ja, want dat wat je nu noemt, eigenlijk die ultraconservatieve benadering van de islamitische cultuur, nog de religie zelfs. Met ideeën over vrouwen, homo's, ongelovigen. Hoeveel denk jij dat je van echt representatief is voor de hele moslimgemeenschap in Nederland? Ja, ik denk dus dat de meerderheid wel met dit soort regels te maken heeft, maar dat ze er gewoon graag niet per se over willen praten of gewoon verzwijgen of wat dan ook. En dat er een minderheid is die dat wel allemaal kan, want ik ken ze persoonlijk niet. Ik ken niet de moslima's die met een niet-moslim kunnen trouwen of voor het huwelijk samen kunnen wonen. Ik heb het zo nooit meegemaakt. Dus als je het aan mij zou vragen, zou ik zeggen 90% heeft gewoon hiermee te maken. Maar ja, misschien worden dan mensen boos of zo, omdat ik dan te veel mensen aan één kant zou schuiven of over één kam zou scheren. Dus ja, ik heb daar natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk wel gewoon de meerderheid. Ja, anders zou ik ze wel kennen. Ja, want de beschuldigingen die je wel krijgt over jouw verhaal of je boek of je argumentatie zijn toch wel dat er ook bijvoorbeeld vrouwen en feministen zijn binnen de islam. En mensen die emancipatie en vrijheid vinden binnen de culturele religie die je bekritiseert. Wat vind je daarvan? Ja, sinds mijn boek heb ik zoveel mailtjes gekregen van mensen die precies hetzelfde hebben. Dat deel ik ook allemaal op Instagram trouwens. Ik heb bewijs. Maar ik krijg echt honderden mailtjes en zoveel nog daarvan dat ik nog niet heb beantwoord of niet heb geopend. En ik denk, ja, dat kijk, als het niet bestond, zou ik die mailtjes niet krijgen, weet je wel. Dan zou iedereen zeggen, hé, wat staat hier? En ik ken me er totaal niet in, maar dat is niet gebeurd. Dus dan denk ik wel degelijk dat het gewoon bestaand iets is bij de meerderheid. Maar ja, over feminisme in islam, ja, tuurlijk, het bestaat wel. Het is maar net hoe je dat invult. Je hebt bijvoorbeeld ook Alevitische moslims in Turkije die gewoon heel vrij zijn. Dat is een totaal andere islambeleving. Die drinken ook gewoon alcohol. Mannen en vrouwen bidden gemengd en zo. En die hebben helemaal geen Ramadan. Maar die geloven ook helemaal niet in Mohammed bijvoorbeeld. Die geloven weer in Ali en zo. Dus je hebt heel veel soorten islam. Maar ik heb het natuurlijk wel specifiek in mijn boek genoemd. Ik zat bij Mili Gurush. Dat is dus een hele strenge invulling van de islam. Daar heb ik op de Koranschool gezeten. En ja, dat is een stroom, ja, gewoon de mainstream conservatieve soenitische islam. Ja, daarvoor geldt het wel. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel andere geluiden. Dat is zeker waar. Ik denk dat dat voor elke religie wel geldt. Ja. Ja. Natuurlijk, ja, de conservatief moslimgemeenschap is niet de enige conservatief religieuze gemeenschap in Nederland. We hebben ook de SGP bijvoorbeeld. Hoeveel overeenkomsten en hoeveel verschillen zie je tussen die gemeenschappen? Ja, ik heb toevallig 2 dagen geleden nog geluncht met Franka Treur, de schrijfster. En ja, toen hadden we het dus uitgebreid over in hoeverre er overlapping is tussen haar jeugd en mijn jeugd. Dat was in heel verre. Dus, maar dat zie ik ook aan de mailtjes en de post die ik krijg. Heel veel dingen zijn gewoon heel erg herkenbaar voor de mensen die uit zo'n milieu komen. Het is eigenlijk bijna 1-op-1 hetzelfde, alleen net wat andere dingen, weet je wel. Dus zij moest dan weliswaar geen hoofddoek dragen, maar wel een rok en dat soort dingen. Maar voor de rest is het
best hetzelfde. Zij mocht ook niet ongehuwd samenwonen. En er was heel veel rottelzucht en heel veel sociale controle. En misschien niet. Er zijn ook wel kleine verschillen. Zoals dat ik bijvoorbeeld te maken had met heel veel visite elke dag en zo. Wat ik heel irritant vond. En dat had zij dan weer niet. Dus er zijn wel hier en daar verschillen. En zij bijvoorbeeld dan ook weer geen Ramadan. En zij hoefde geen Arabische teksten uit haar hoofd te leren of zo. Maar wel Bijbelteksten. Maar voor de rest, die beperking die zij opgelegd kreeg. En dat ze het gevoel had dat ze niet zichzelf kon zijn in alle vrijheid. En dat ze zich niet kon ontplooien. En dat ze niet kon studeren en wonen met wie ze wil. En gewoon aantrekken wat ze wilde. Dat is wel gewoon één op één vergelijkbaar. Ja. Want we zien wel een verschil natuurlijk tussen conservatieve christenen in Nederland en conservatieve moslims. Met een migratieachtergrond en dan een culturele achtergrond. Dus toch wel een iets andere ervaring misschien. Zie je dat wel als een verschil? Dus je noemde misschien ook visite, maar ook een andere ervaring daarmee? Ja, zeker wel. Want bij conservatieve moslims heb je ook nog dat ze soms gevaarlijk kunnen zijn. Dat zie je dus aan de doodsbedreigingen die je krijgt. Ja, die kreeg Franka Treur niet en Maarten het Hart ook niet. Dus er is wel een andere angle. Sommige hele, hele doorgewinterde conservatieve moslims die zijn ook bereid tot plegen van geweld. Dus dat is ook wel een verschil. Voor de rest, ik denk dat het voor de rest best wel vergelijkbaar is. Dan denk je dat dat dan inherent is aan de islam? Dat toch, wat je zegt, dat meer geweld tegenover conservatief christendom? Of zitten daar misschien andere waarden binnen? Nou, dat is moeilijk te zeggen, want in het christendom is ook heel veel geweld geweest. En volgens mij nog niet zo lang geleden in Nederland hakten ze elkaar zijn hoofden er al voor. Omdat de ene ander bidt dan de ander. Dus ik denk dat geweld echt wel in elke religie ingebakken zit. Alleen op de een of andere manier is dat in het christendom op een gegeven moment opgehouden. Door misschien wel onderwijsniveau opgekrikt. Secularisering, scheiding van kerk en staat. Democratische vrijheden, et cetera. Waardoor dat allemaal vanzelf weg is gegaan of zo. Ja, in Amerika heb je nog steeds christenen die abortusklinieken aanvallen en zo. Ja. Dus in die zin bestaat het nog wel een beetje. Maar ja, ik denk dat dat stiekem wel in die... Ja, als je ernaar zoekt, kan je het echt wel vinden, zeg maar. Want ik heb die teksten gelezen en dat is gewoon zo. Dat staat er gewoon. Alleen, ja, wat doe je daarmee? Ga je dat zien van, dat is van iets van de geschiedenis en daar moet je in deze tijd niks mee doen? Of ga je dat juist letterlijk opvolgen? Dat is nog maar de vraag en dat is nog maar hoe je het allemaal ziet en interpreteert natuurlijk. Ja. En natuurlijk wat ook heel opmerkelijk is zeg maar hoe apart vaak Nederlandse moslims en niet-moslims wonen. Je zegt natuurlijk ook, je groeit op in een zwarte buurt of een zwarte school. Hoe kunnen we eigenlijk die segregatie tegengaan? Oh ja, mooie vraag. Ik denk dat het echt al fout is gegaan in het begin. Dus nu heb je zeg maar echt buurten waarbij het was heel grappig, want sommige docenten die kwamen dan bij ons langs en die waren nog nooit in zo'n zwarte wijk geweest. Dus die zeiden dan, het lijkt alsof ik in het buitenland ben. Ja. Dus dan zag je echt alleen maar Turkse winkels of Marokkaanse winkels. En alleen maar Turk en Marokkanen inderdaad. En alle scholen 100% zwart. Of allochtoon eigenlijk. Mijn moeder spreekt bijvoorbeeld nog steeds geen Nederlands, terwijl ze hier echt al heel lang woont. Maar ze heeft dat nooit hoeven leren. Omdat je overal ook met het Turks wegkomt. Ook bij winkels. En iedereen is toch wel Turks om je heen. Dus je redt jezelf ook wel zonder die taal te leren. Dat vind ik zo belachelijk. Maar hoe je dat tegen kan gaan. Ik denk dat je dat gewoon veel meer moet mixen. Die sociaal-economische klasse ook. Dat het niet allemaal zo apart van elkaar, langs elkaar heen eigenlijk parallel aan elkaar gaat, maar gewoon meer gemixt. Ja, je ziet ook, zeg maar, ik had laatst voor iets,
Ja, omdat er in de Bijlmer weer heel veel geweld was, zeg maar. Omdat die ouders hadden geprotesteerd, omdat ze het geweld zat waren, had ik Veiligheidsindex van Amsterdam opgezocht. Dat is gewoon op internet te vinden. En dan zie je, zeg maar, welke buurten groen zijn en welke buurten rood. En het viel me op dat al die buurten die super rood waren, dat waren juist de buurten met heel veel allochtonen. Dus K-buurt, Bijlmer, Kolenkitbuurt en zo. En dan denk ik, ja, het is ook beter voor de veiligheid als je dat misschien veel meer gaat mengen of zo. Want de buurten die wel gemengd waren, zoals Nieuw-West en zo, dat is al wat minder, het is al wat veiliger. Ja, ik denk dat dat gewoon wel kan helpen. Ja, natuurlijk een andere deel van de segregatie is natuurlijk het onderwijs. En in het boek heb je het natuurlijk over de Koranscholen. En daar zeg je, de Koranschool is een instantie die er puur op is ingericht om waarheidsvinding te frustreren. Zonder aandacht voor de wetenschap en de reden. Kan je dat eens uitleggen voor ons, hoe dat gaat op die scholen? Ja, je zit daar dus elk weekend. En het enige wat jij eigenlijk de hele dag te horen krijgt, is dat, dat je gewoon leeft om God te aanbidden. En dat hetgene is waar het leven om draait. Dat je zoveel mogelijk van God moet houden, zoveel mogelijk goede daden, zoveel mogelijk zondes vermijden, heel veel bidden, heel veel vasten, heel veel Koran lezen, zoveel mogelijk memoriseren uit de Koran en dat weer in je gebed opnemen. Heel veel angst inboezemen van, ja, anders ga je naar de hel. Als je dit doet, ga je naar de hel. Dit mag niet, dit mag niet. Het is gewoon totaal geen leuk leven of geen leuke manier van het leven tegemoet treden. En je kan ook, zeg maar, in die tijd, ik vind dat heel jammer, want ik zou wel in die tijd bijvoorbeeld liever een muziekinstrument hebben geleerd of een sport hebben geleerd. Of dan had ik er tenminste wat aan. Dit is alleen maar een blok aan mijn been geweest, omdat ik denk, oh, dit mag niet. En dan is God weer boos op me en nu ga ik weer naar de hel. En terwijl het gewoon onzin is, want God bestaat helemaal niet. Maar dan ben je gewoon elke weekend jarenlang daaraan overgeleverd. Terwijl het alleen maar ervoor zorgt dat jij een hele bekrompen visie op het leven hebt. En als je zegt, oh, die is slecht, want die is Joods. En die is slecht, want die is ongelovig. En daar kan ik niet verliefd op worden, want die is geen moslim. En bla bla bla. Dus het is gewoon echt alleen maar meer stress of zo voor zo iemand. Tenminste, zo ervaarde ik het. Er zijn ook mensen die het natuurlijk als heel fijn ervaren. Die geborgenheid, hou vast. Dan kunnen ze daar hoop uitputten of zo. Dat heb ik nooit ervaren. Ik vast wel een tijdje, maar ik ervaarde het alleen maar als beperkingen. Ik wilde verder dan dat. Ja. Ja, en is er iets wat de overheid of de samenleving kan doen om, zeg maar, de toestanden op die scholen te verbeteren? Dat gaat heel moeilijk, want dat zijn echt, ze worden gefinancierd door de overheid, omdat het als culturele instelling geldt of zo, op de een of andere manier, terwijl het geen culturele instelling is, maar gewoon gebedshuizen eigenlijk. En het gebeurt ook niet in het Nederlands, dus het is heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen, want het is allemaal altijd Arabisch of Turks. Dus Wat er mee gedaan kan worden, is dat je zegt van, nou, in Nederland hebben we kerk en staat gescheiden, dus wij gaan geen religieus onderwijs financieren, want dat vinden wij niet zo nuttig voor kinderen. En we hebben liever dat we andere dingen financieren, zoals, weet ik veel, zoals ik net al zei, muziekinstrumenten leren of zo, zodat ze er wat aan hebben in hun leven. Maar niet dat je dat religieuze cultiveren, dat je dat gaat financieren als van belastingbetalers. Ja, ik vind dat een beetje onzin. Ja, als die mensen dat heel graag willen, bouwen ze toch hun eigen gebouw en huren ze hun eigen docenten in en betalen ze dat allemaal zelf. Dan kun je al zien, denk ik, dat het minder wordt. Want nu is het nagenoeg gratis om je kind daarop te zetten, omdat ze zoveel subsidie krijgen. Maar bestaat er niet de gevaar, zeg maar, dat als de overheid dan geen subsidie geeft, dat de financiering bijvoorbeeld uit het buitenland komt, uit Saudi-Arabië, weet ik veel? Ja, dat gevaar bestaat ook nog. En dan heb je natuurlijk dat zij hun hele strenge invulling van dat geloof zullen cultiveren hier. Wat we ook niet willen hebben. Ja, dat is allemaal een heel moeilijk vraagstuk. Maar ik zou zeggen, dat moet je dan ook natuurlijk niet willen. Dan gaat de overheid weer veel te veel met de invulling van het onderwijs. Ja, is heel lastig. Ja, om dit soort dingen ben ik soms blij dat ik niet in de politiek zit. Ik heb er niet over na te denken.
Nou, je bent nog geen politici, maar je bent wel een opiniemaker. En zoals we al kort over hebben gehad, krijg je wel bedreigingen jouw kant op. Dus wij vroegen ons eigenlijk af van, als non-conformisten zoals jij al tegen zoveel haat aanlopen, hoe kunnen we in Nederland dan überhaupt een klimaat creëren dat er toch ruimte is voor kritiek op conservatieve stromingen? Hoe kunnen we dat creëren? Nou, kijk, de reden dat de politie heel erg op mijn zaak is gaan zitten is omdat ik natuurlijk media-aandacht had en omdat ik best wel een bestselling boek heb geschreven. Maar stel, ik had een boek geschreven dat niet zo heel veel media-aandacht kreeg en ook niet zo populair was, dan zou de politie het ook minder serieus nemen en dan zouden ze het afdoen als, ja, dat zijn anonieme accounts, kunnen we niks mee, want dat was ook het antwoord wat ik eerst kreeg. En dat is natuurlijk jammer, want dan sta je er echt alleen voor. En ik denk dat het is super raar, want iemand kan jou gewoon met dood bedreigen en diegene gaat gewoon frivol, gewoon fluitend door het leven en gewoon helemaal niks aan de hand vaak, 9 van de 10 keer. En als ze al worden gepakt of zo, dan is die straf ook echt niks. Taakstrafje of zo. Maar het is super raar, want jouw leven staat wel op zijn kop. Want jij denkt van, oh shit, loop ik misschien wel echt gevaar. Dus dat is echt een heel raar systeem. Dus ik zou zeggen van, ja, ga die bedreigers, weet je wel. Dat moet veel sneller en makkelijker opgepakt kunnen worden met echte straffen. Want dan ga je het ook niet zo snel doen. En dat zorgt ervoor dat iemand die een controversiële opinie heeft of een boek, dat die dat veel sneller gaat doen, opschrijven of zeggen. Want ik heb al zoiets van, nou, ik ga dit geen tweede keer doen. Want wat haal ik over mijn hals? Het is gewoon, ja, het is gewoon dom op een gegeven moment. Want je denkt, ja, er hoeft maar één gek te zijn. Ja. En ik denk dat dat gewoon iets is wat nog kan veranderen. Want nu doen ze het gewoon af als van, ja, iedereen die in de politiek zit of opiniemaker is, krijgt bedreigingen. Dus ja, het is niet speciaal. Maar ja, daar kan jij verder niks mee. Ja. En verder ruimte. Ja, ik denk dat zo iemand geholpen moet worden door allerlei misschien organisaties of zo. Ja, kijk, bij christenen heb je bijvoorbeeld kerkverlatersorganisaties en zo. En die vangen elkaar dan op. Ja, ik denk dat er zulke stichtingen en zo moeten komen. En als iemand, zoals ik ben nu bijvoorbeeld op zoek naar een woonruimte. Omdat ik nu nog in een hotel verblijf. Dat soort dingen, weet je. Gewoon helpen met die kleine dingen, zodat iemand, ja, makkelijker zoiets kan doen, denk ik. Ja. Nou, je hebt natuurlijk aangegeven dat je, ja, tenminste, dat jouw boek misschien een belangrijke toevoeging is, zeg maar, aan het maatschappelijk debat in Nederland. Mm-hmm. Maar als er één ding, zeg maar, als je één ding wou veranderen, zeg maar, aan het islamdebat in Nederland, wat zou dat eigenlijk zijn? Het is zeker een toevoeging, want ik krijg zoveel mailtjes van docenten die zeggen van, ik wilde het altijd al bespreken, omdat ik het zag gebeuren voor mijn neus. Dat bijvoorbeeld meisjes bepaalde problemen hadden en bla bla, voor homo's niet uit de kast kunnen komen. Maar nu ik jouw boek heb, heb ik eindelijk, zeg maar, iets om aan op te hangen, weet je wel. Om dat als middel te gebruiken om het bespreekbaar te maken in de klas. Dus daar ben ik altijd heel blij om. Want dan maak je iets al bespreekbaar en dan ga je erover praten en zo. Terwijl het normaal, ja, als je het, zeg maar, als het zo uit de lucht komt vallen, dan denken die leerlingen, ja, wie ben jij en waar moei je mee als blanke docent, weet je wel. Dus ja, en middels mijn boek hebben ze een soort middel om dat bespreekbaar te maken, waar ik heel blij om ben. Dat is dus al vooruitgang als je over dingen gaat praten. En die docenten zeggen ook van, nou, een meisje dat altijd heel stil was en bla bla, die vertelde ineens haar verhaal, want het was bijna identiek met jouw verhaal en die ga ik dan helpen nu en bla bla. Vind ik altijd zo mooi om te horen. Ik had dat niet eens voorzien toen ik het schreef. Het islamdebat in Nederland. Ja, ik denk gewoon zoveel mogelijk erover praten en niet denken van, oh, moet ik dat wel zeggen en straks is iemand beledigd of straks zegt iemand van, waarom geef je kritiek of zo. Ik denk dat je dat gewoon openlijk op tafel moet leggen van, hey, in jouw cultuur gaat het niet goed met de homo's. Wat heb je daarover te zeggen? Ja. Of dat soort, ja, gewoon open kaart spelen.
Naast de toevoeging aan het maatschappelijk debat zit er ook een politiek randje aan je boek, vooral op de manier waarop het is ontvangen. Maar je schrijft bijvoorbeeld, altruïsme is eigenlijk gewoon het egoïsme van het collectief. En dat is niet de enige keer dat je het collectivisme bekritiseert in je boek. Voor ons klonk dit nogal een beetje liberaal en individualistisch. Zie je jezelf in die stroom en kan je jezelf daarin vinden in het individualisme? Ja, ik ben echt een fundamentalistische individualist. Oeh, gevaarlijk. Ja, nee, ja. Ik denk echt alles zo vrij mogelijk. En laat mensen alsjeblieft gewoon zelf bepalen wat ze willen. En ik denk wel dat ik dat ben, ja. Ja, want we zien, je boek is opgepakt tijdens de verkiezingen en de aanloop daar naartoe. Er staan 4 recensies voor in, waarvan 2 van VVD-leden zijn. Ja. Kan je jezelf ook vinden in die partij? Ja, wel in de ideologie inderdaad. Ik ben sinds kort ook heel goed met Dylan geworden. Mm-hmm. Samen sushi gegeten. Ja, dat is een hele gezellige vrouw. En ik denk wel dat in het politieke spectrum dat ik wel inderdaad dicht bij de VVD zit. Want dit is misschien een hele bij de hand vraag, maar als je geen antwoord wil geven, is dat helemaal prima. Maar wij vroegen ons af wat je 17 maart zelf hebt gestemd. VVD. Oh, nou ja. Oké. Ja, nee, wat ik ook heel interessant vond aan je boek is, ja, je schrijft natuurlijk, vader van je vriendje is eigenlijk PVV'er. En dat hij zeg maar in de eerste instantie heel veel moeite had met je hoofddoek en zo. Dus hoe kijk je eigenlijk naar de politiek van de PVV als het gaat om de islam? Ja, weet je wat het is met de PVV? Laatst was ik weer op Instagram en toen had Wilders getweet van, of gezet van, Gert Verderrie een hoofddoek in de Tweede Kamer. Dan denk ik echt, waarom Gert Verderrie? Alsof het iets vies is of zo, weet je wel. Het is gewoon een doek om een hoofd heen. Je hoeft niet zo kinderachtig te doen, weet je wel. En dat heb je wel vaker met Wilders, dat je denkt, ja, is het nou kritiek op religie of is het nou gewoon haat? En ik denk dat het veel meer neigt naar gewoon allochtone haat. Want anders zeg je ook niet minder Marokkanen. Mm-hmm. Ja, ja. Anders zeg je minder criminele Marokkanen of moslims zeg je dan, maar niet Marokkanen. Het is een etniciteit waar je niks aan kan doen. Terwijl religie is geen etniciteit, want daar kan je wel wat aan doen. Dus ja, bij Wilders is het altijd het randje van, wat is het nou? Is het nou cultuurkritiek? Is het nou racisme? En daarom zou ik me er ook niet zo snel mee associëren. Ja, sommige mensen hebben ook zoiets van, ja, dat is allemaal overdrijving. Hij is helemaal geen racist en bla bla bla. Ja, dat betwijfel ik dus. Mm-hmm. Ja. Want gewoon, dan moet hij wat duidelijker zijn. Ja, want zelfs zie je zeg maar dat PVV zelf zeg maar een nuancering proberen te maken. Dus bijvoorbeeld, ja. Die vader van je vriendje die zei, ik heb geen probleem met buitenlanders, maar ze moeten zich wel aanpassen en gedragen. Kan je jezelf vinden in die uitspraak of hoe kijk je daarna? Ja, ik denk dat het een hele menselijke reactie is op een buurt die te snel verandert en zo. En dat je eigenlijk je vreemdeling voelt in je eigen buurt. Want ja, die woonde in Den Haag. Kijk, Den Haag is op dit moment voor het merendeel allochtoon. En ik denk dat zo iemand dan denkt van, ja, waar gaat dit naartoe of zo. Of dat die denkt van, ja, vroeger was het niet zo, weet je wel, dat nostalgische. En dat je gewoon niet kan wennen aan die verandering. Dat je overal mensen ziet met een hoofddoek, ineens moskeeën in plaats van kerken. Ineens overal islamitische slagerijen. Weet je wel, een gebedsoproep hebben ze daar zelfs nu, die gewoon paar keer per dag door de straten gaan. Het is allemaal zo, dat geeft een ontheemd gevoel. En dat snap ik heel goed. Want ik heb dat ook, weet je, ik vergelijk dat ook in mijn boek met wat mijn ouders zeggen over Syriërs die nu in Turkije wonen. Het verarabiseert allemaal in Istanbul. Je hebt in Istanbul nu meer Arabieren dan Turken. En heel veel Turken zijn daar heel kritisch over, terwijl dat ongeveer dezelfde cultuur is, laat staan. Als dat een hele andere cultuur was. Dus ik denk dat dat gewoon een hele menselijke reactie is. Van ja, dat moet ik allemaal niet en ik wil het gewoon houden zoals het is. Ik kan daar wel begrip voor hebben. En vooral als je ziet dat bepaalde allochtone jongens, hoe die zich op straat gedragen, heel vocaal, heel baldadig, ook in de metro's en zo. Ik zie dat ook. Dat ze gewoon altijd grote mond kunnen hebben en zo. En dat zien die mensen dan ook. En dan denken ze, ja, dat moet ik allemaal niet.
ik snap dat wel. Maar ja, of Wilders dat gaat oplossen, dat betwijfel ik. Ja, want hoe verder, hoe moet dat eigenlijk eruit zien, denk je? Dat aanpassen, waar mensen het steeds over hebben? En nou ja, voor een deel zal dat wel liggen in sociaal-economische klassen. Dus ja, dat moet, ik denk dat met de generatie wel sowieso steeds beter zal gaan met allochtonen als die gewoon twee verdieners worden en betere banen krijgen, beter onderwijs en in betere buurten gaan wonen en zo. En dat dan de volgende generatie inderdaad gewoon geïntegreerder zal zijn, minder in de eigen taal gaat praten. Veel makkelijker op kan gaan in de algemene cultuur en zo. Ja. Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, want die algemene cultuur, dat de Nederlandse identiteit, dat is iets waar de afgelopen jaren heel erg veel mee gestruggeld wordt. Daar hebben we zelf volgens mij nog niet eens een idee over. Dus wij vroegen ons eigenlijk af, hoe zie jij de Nederlandse identiteit? Hoe ik de Nederlandse identiteit heb ervaren, is gewoon altijd heel vrij, heel open, heel direct. Geen taboes, geen heilige huisjes. Wees gewoon jezelf. Je mag er zijn zoals je zelf bent. En dat is ook dus wat ik beschrijf in dat boek, wanneer ik bij die familie kom. Dat was zo'n cultuurclash voor mij, want bij mij thuis waren er altijd taboes en zo. Ik mocht niet eens zeg maar zitten hoe ik wil, want als je benen over elkaar doet als vrouw, dat is ongepast. Als je benen wijd zit, zo, dat is ook ongepast, weet je wel. Je mag niet voeten op tafel, je mag niet de liggende stand, et cetera. Allemaal kledingvoorschriften, allemaal, hoe noem je dat, etiketten waar je aan moet houden. Als ik mijn oom aanspreek, handen kussen van mijn opa, blablabla. Er is een soort hiërarchie. En je moet als vrouw een beetje ingetogen zijn, niet te veel je mening zeggen, niet te hard lachen. Vooral de koekjes en de thee brengen en zo. En je op de achtergrond houden en zo, terwijl de mannen met elkaar praten en zo. En dat is dan heel anders in de Nederlandse cultuur, want dat is veel gelijkwaardiger en zo. En dat boeit ook allemaal niet zoveel. Zo heb ik het ervaren. Maar ja, de Nederlandse cultuur is ook SGP. Dus dat is het lastige. Je hebt niet één Nederlandse. Ik heb de Amsterdamse cultuur ervaren. Of de moderne atheïstische Nederlandse cultuur misschien. Wat gelukkig wel gewoon een meerderheid is. En die is gewoon heel vrij. En het maakt niet uit wat je doet, weet je wel. Mijn uitgever bijvoorbeeld, ja, ik weet niet of ik het moet vertellen, maar ja, die ja, bijvoorbeeld als die een dochter heeft van en die wil geen kinderen krijgen of zo, dan vindt hij het ook gewoon prima. Dus hij heeft niet de behoefte om daarin te mengen of zo. Terwijl voor mijn ouders zou dat echt een nachtmerrie zijn, want ik weet nog dat ik een familielid had die niet wilde trouwen. En dat was gewoon, iedereen zat met handen in het haar, ja, ze wil niet trouwen. Dan ben je gewoon niet geslaagd als ouder, als je kind niet wil trouwen en zo. Het is gewoon, ja, het is gewoon zo, zoveel regels, weet je wel. Oh. Het is gewoon heel anders. Ja, in de Nederlandse cultuur is het gewoon veel vrijer, veel individualistischer. Niemand bemoeit met je levenswandel, niemand bemoeit met je partnerkeuze. En wanneer jij kinderen wil krijgen, of je ze wil krijgen, of je homoseksueel bent, wanneer je gaat samenwonen, bla bla bla. Voel je jezelf ook Nederlander? Ja, zeker. Ja. En denk je dat mensen die zeg maar een conservatieve islamitische opvatting hebben, kunnen die ook zeg maar binnen de Nederlandse identiteit passen? Of botst dat echt te veel? Ik krijg dus heel veel berichten van werkgevers en zo die zeggen van ja, ik wil best moslims aannemen, maar mijn ervaring is dan bijvoorbeeld dat ze niet meedoen met de borrel. En dat vind ik ongezellig. Of dat ze hun vrouw nooit meenemen naar etentjes. En dat ze geen handen willen schudden en dat ze eerder vrij willen om te gaan bidden of zo. Of dat soort dingen, weet je wel. Of dat ze geen alcohol meedrinken of zo. En dat ze niet mee willen doen met het kerstdiner of zo. Dat soort dingen. En dat vinden zij dan ongezellig. Of dat ze te introvert zijn of zo en niet te veel willen mengen of zo. Of dat ze de humor niet begrijpen. Dat kreeg ik ook van mijn eigen uitgever te horen trouwens. En dat je bepaalde grapjes maakt en dat ze dat als te ver ervaren of zo, weet je wel. Omdat dat een veel preutsere cultuur is. En omdat dat zo schuurt, die communicatie en gewoon die omgang. Ja, niet in alle gevallen hoor, maar dit is gewoon
wat ik in die mailtjes lees en wat ik ook zelf heb gezien, dat ervaren mensen niet per se als fijn. Terwijl ze dat niet per se hebben met bijvoorbeeld Surinamers of mensen die geen islamitische cultuur hebben, Vietnamezen, Chinezen, maakt niet uit. Er zijn ook nauwelijks gemengde huwelijken en zo natuurlijk tussen moslims en niet-moslims. Dus je ziet wel dat daar, ja, het is wel echt langs elkaar heen leven. En ik denk dat dat wel irritatie oproept bij mensen op de werkvloer of wat dan ook. Omdat ze denken, ja, doe eens een keer mee, doe eens een keer los, weet je. Of ik mag toch wel grapjes maken of zo. Maar ja, dat, ja. Maar denk je dan niet dat, want je benoemt eerst de Nederlandse identiteit, gaat eigenlijk heel erg om vrijheid en het idee dat je eigenlijk kan zijn wie je wilt zijn. Ja. Maar als je dan dit soort mailtjes leest, dan lijkt het toch een soort schijntolerantie. Want er is dan vrijheid en je mag jezelf zijn tot op een bepaalde mate als je meedrinkt. Als je, ja, onze vrijheid. Onze vrijheid. Ja. Dus ja. Is dat ook niet limiterend dan, de Nederlandse identiteit? Ja, kijk, je kan het wel, als je echt tolerant bent, zou je dat inderdaad gewoon moeten tolereren zoals iemand wil zijn en wat iemand wil dragen en wat iemand wil doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat zelf niet per se wil in jouw werkvloer, omdat je denkt, dat vind ik niet gezellig, want dan heb ik liever een ander of zo. Maar dan geldt het al gelijk als discriminatie op de arbeidsmarkt, omdat je dan een andere voorkeur hebt, zeg maar. Maar ik kan dat wel begrijpen. Ik kan beide kanten begrijpen. Ja. Ja. Nou, daarover gesproken. Je hebt het natuurlijk veel over Nederland en meritocratie. En het is natuurlijk waar dat Nederland veel meer kansen biedt dan, ja, de meeste andere landen. Maar er is wel inderdaad sprake van structurele discriminatie. Dus toeslagenaffaire, arbeidsmarktdiscriminatie, et cetera. Ja. Dus is dat niet misschien een ietsjes te rooskleurig beeld die je schetst? Ja, ik betwijfel dat dus echt. Want ik kan me niet voorstellen dat Nederlanders inherent vreemdelingenhaters zijn of wat dan ook. Of iemand beoordelen op afkomst of huidskleur. Dat zie ik gewoon totaal niet voor me. Omdat, ja, Nederlanders zijn zo erg opgegroeid met dat super fout is. Ik bedoel, dat krijgen we allemaal op school en zo te leren. Dat gewoon het meest foute is wat er is. Ook qua Tweede Wereldoorlog en zo. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand echt die ideeën heeft. Ik denk dat als iemand al iemand van allochtone afkomst weigert, dat niet per se is om diegene's afkomst, maar gewoon meer omdat diegene bijvoorbeeld een hoofddoek op heeft of de taal met een accent spreekt of dat soort dingen. Of inderdaad wat ik net al zei, niet mee wil doen met bepaalde dingen. Dat is wel wat ik denk. Maar ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, dus dat is altijd moeilijk te zeggen. Ja, precies, want dat is inderdaad, het is een heel lastig vraagstuk. Maar wat jij hier beschrijft is eigenlijk, het is niet direct racisme. Het is geen haat op een bepaalde etnische groep. Maar het is wel een bepaalde mate van afkeer voor culturele gebruiken of een culturele identiteit zelf. Ja, ik denk dat dat het is, inderdaad. Maar dat is toch ook een vorm van discriminatie? Jawel, maar zo'n werkgever kan natuurlijk ook wel voorkeuren hebben. Ja, het is heel lastig te zeggen. Ja, is dat discriminatie? Vind je dat je die voorkeuren als werkgever mag hebben in Nederland? Dat je daarop mag kiezen? Ik denk dat een werkgever dat inderdaad zelf zou moeten weten. Maar dan heb je inderdaad van dat er een groep is die dan structureel overal uitgesloten wordt. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, is heel, heel lastig. Want dan kom je ook weer, ja, moet je dat dan zo'n werkgever dan verplichten? Dat lijkt me ook niet handig. Ja. Maar we zien ook socio-economische achterstanden. Daar hebben we het ook al eventjes eerder over gehad. Maar die zien we ook bij andere migratiegroepen die niet per se islamitische achtergronden hebben. Ja. Dus hoe verklaar je dan zoiets? Is dat dan ook afhankelijk van cultuur? Of denk je dat er ook een soort racistisch element in zit? Bedoel je de reden dat die niet-moslim allochtonen ook gediscrimineerd worden? Of socio-economische achterstanden oplopen toch ten opzichte van autochtone Nederland? Ja, oh ja, wat was de vraag? Sorry, ik ben het Nee, het is een hele lange vraag, maar het is natuurlijk een beetje een complex vraagstuk. Maar denk je dat het bij niet-moslims ook gaat om cultuur? Of denk je dat daar een andere reden achter zit, dat er alsnog socio-economische achterstanden zijn? Oh ja, oké. Okay.
Dat is ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat dat is omdat dat... ja, die ouders zijn natuurlijk als migranten hierheen gekomen en hebben niet veel culturele bagage. Zoals mijn ouders, die waren analfabeten. Dus tuurlijk ben ik niet opgegroeid met boeken om me heen of een vleugel in huis of wat dan ook. Of dat we elk weekend naar musea gingen. En ik denk dat dat... Ja, en als je bijvoorbeeld heel, heel basaal Nederlands spreekt en zo, word je ook niet echt opgevoed met rijke taal bijvoorbeeld. Dat moet je allemaal zelf ontwikkelen en dat moet je maar willen en dat moet je maar doen. Het is veel makkelijker om gewoon daarin vast te blijven hangen. Dat je toch maar gewoon naar het VMBO gaat en niet extra hard je best gaat doen en zo. Dus ik denk dat het daaraan ligt dat je ouders niet zo heel veel culturele bagage te bieden hebben en dat je dan toch ja, zelf ook niet, ja, dat niet per se heel makkelijk kan ontstijgen in de meeste gevallen. Ja, maar daar precies wilde ik het eigenlijk net over gaan hebben. Toen we jouw boek aan het lezen waren, heb ik echt wel een aantal keer het woordenboek erbij moeten pakken. Het is echt een, nou ja, een literair toch wel pittig boek. Maar je geeft ook aan van ik ben opgegroeid in een huishouden waar mijn ouders bijna geen Nederlands tegen me spraken en niet eens Nederlands konden lezen. Alleen maar Turkse televisie op, stond, ja. Geen Nederlandse boeken. Naar Turkstalige krantschool. Dus hoe heb je dat dan toch voor elkaar gekregen dat je zo'n boek neerzet die eigenlijk beter is geschreven dan de meeste Nederlanders misschien zouden kunnen schrijven? Oh jeetje, dankjewel. Nee, ja, daar verschillen de meningen heel erg over. Want sommigen zien het juist als bewijsdrang van, oh kijk, ze wil haar woordenschat showen. Dat is het denk ik ook wel voor een deel. Want die taal is ook weer een middel om me af te zetten tegen de rest van mijn gemeenschap. Zeg maar zo van, kijk, ik heb me wel ontwikkeld met taal. En daarmee schrijf ik nu een boek. En daarmee bekritiseer ik jullie. En dat is toch ook een middel om ja, je te onderscheiden of zo. Dus in die zin wil ik best wel erkennen dat het misschien een soort bewijsdrang was. Maar hoe ik dat heb ontwikkeld. Ja, dat is niet vanzelf gegaan. Ik moest wel echt zelf keihard mijn best doen. Ik heb heel lang taalproblemen gehad ook. Tot groep 4 of groep 3 of zo sprak ik echt geen woord Nederlands. En dat leverde ook superveel moeilijke gesprekken op school. En een docent wilde me zelfs naar het speciaal onderwijs sturen omdat ik nog geen Nederlands sprak. Maar dat is toen niet doorgegaan. Maar hoe ik dat heb ontwikkeld is gewoon heel veel lezen destijds. Dus dat was eigenlijk de enige weg om buiten school een soort van toegang te hebben tot de Nederlandse taal. Dat heeft waarschijnlijk enorm veel geholpen. En op een gegeven moment, echt in klas 3 van de middelbare school of zo, raakte ik langzaam geïnteresseerd in tv. Dus talkshows kijken en zo en kranten lezen. In die tijd was er volgens mij veel minder achter een paywall. Tenminste, ik kon de meeste dingen wel lezen. Ja, nu is echt alles achter een betaalmuur. Maar ook met NPO en zo kon je er heel veel dingen terugkijken. Gewoon nu is dat allemaal NPO Plus geworden en zo. Maar dat keek ik gewoon, ja, als hobby keek ik dat gewoon. En ik dacht, ja, ik moet gewoon... En als ik iets niet begreep, ging ik dat opzoeken. Ik was gewoon super geïnteresseerd in van, oké, ik wil ook zo kunnen praten op een dag. En die moeilijke woorden wil ik ook kunnen gebruiken. En dat is gewoon iets wat ik gewoon als doel had gesteld voor mezelf. En toen ging ik maar gewoon zoveel mogelijk kijken, luisteren, lezen, om maar die taal op te krikken. Ja, want zoals je net al noemt, je hebt dit best wel moeilijk geschreven en toch misschien ergens een soort bewijsdrang. Maar je geeft op een gegeven moment in interviews ook aan dat je moeilijkheden ervaart met mensen die jouw boek vertalen voor je ouders, als het ware. En dat het soms die vertalingen misgaan. Maar was het dan misschien ook ergens een manier om jezelf te beschermen tegen je omgeving door dus iets te schrijven wat zij misschien niet konden lezen? Ja, ik dacht wel van, ik ging er sowieso niet van uit dat iedereen in mijn omgeving het gelezen zou hebben. Ik dacht echt, maar ik ging er ook überhaupt niet van uit dat ik zoveel in de media zou komen of zo. Ik dacht, ik schrijf een boek, dat komt in een paar boekwinkels. Een marginale groep lezers, die gaat dat zien. Mijn omgeving krijgt dat niet eens mee. Dat is achteraf heel dom en naïef. Maar dat dacht ik. En ik dacht, om mezelf in te dekken, ga ik het ook nog eens super complex opschrijven. Dus als iemand van mijn omgeving het leest, dan weten ze niet eens wat ze hebben gelezen. Omdat ze daar niet slim genoeg voor zijn.
Maar ja, dat is niet gebeurd. Ja, ze hebben toch wel... hier en daar hebben ze toch wat begrepen. Want jouw broer studeert in Leiden, volgens mij. In de tijd ook. Heeft hij het gelezen? Volgens mij niet. Die wil dat niet lezen. Die wil daar geen... Ja, dat maakt hem alleen maar boos, denk ik. Ja. Als het goed is, ben je bezig met een tweede boek. Waar gaat het over eigenlijk? Het tweede boek, dat is best wel heftig. Ik heb heel veel te horen gekregen dat de seksscène die ik heb geschreven echt super heftig is. Dat wist ik ook niet. Ja, ik dacht, in Nederland zijn we wel wat gewend. Maar eigenlijk gaat mijn tweede boek over, ze heeft dus die relatie, Bushra, ik spreek even in de derde vorm, die heeft haar relatie verbroken met Freek, haar vriend, omdat dat niet kan, want ze moest kiezen familie of vriendje. Uiteindelijk denkt ze, ik kan niet zonder familie, dus ik ga dat vriendje gedag zeggen, want het is allemaal, want die bleef steeds vragen van wanneer gaan we samen wonen, wanneer gaan we een keer op vakantie, wanneer ga ik je ouders ontmoeten. Dus die denkt, oké, ik ga het dus uitmaken met Freek. En om die pijn te vergeten en ook om die vragen uit de weg te gaan van wanneer gaan we dit en dat, ga ik geen relatie nemen, maar ik ga wel met zoveel mogelijk jongens daten en dat gewoon een beetje uitspelen en gewoon eigenlijk de slet uithangen, omdat juist in die cultuur, dan ben je juist ultieme slechte vrouw, weet je wel. Dus dan denken ze, juist om me er tegen af te zetten, ga ik toch, terwijl ik bij mijn familie blijf, stiekem met zoveel mogelijk mannen daten die ik leuk vind. En gewoon doen waar ik zin in heb. Dus dat tweede boek gaat eigenlijk over hoe zij probeert aan dates te komen zonder dat ze Tinder heeft. En dat is een heel boek op zich, kan je daarover schrijven. Ja, en dan rolt ze in de meest vreemde situaties. Dus gewoon echt met van alles, weet je wel. Een chirurg, een piloot, een model, weet ik wat. En hele intrigerende gesprekken en mensen. En ze is eigenlijk wel blij dat ze die ervaring rijker is. Want van die mensen leert ze ook heel veel. Maar eigenlijk komt het erop neer dat het is gewoon snol des vaderlands. Gewoon heel veel friends with benefits en die avonturen daarmee. En hoe ze dat toch weet te balanceren met thuis wonen, maar toch stiekem op date gaan. Ja. En daar zit een autobiografisch aspect aan. Ja. Ja? Okay. Hoe is het even weten? Oh, wauw. Nou ja. Maar als je nu even terugkijkt, de laatste paar maanden, denk je dat je echt iets bereikt hebt met je boek? Ja, zeker. Ja, als ik die mails lees en ik zou dat zeg maar zelf niet durven zeggen van ik heb dit bereikt. Maar als ik die mails lees van je hebt me zoveel geholpen en door jou heb ik de kracht gevonden om uit de kast te komen. Of ook mijn ouders hiermee te confronteren. En ik vind het ook zo grappig, want ik was laatst dus signeren in Rotterdam. En daar wordt mijn boek echt het meest verkocht van alle boekhandels in Rotterdam Centrum. En ik vroeg die man van, wat voor publiek komt daarop af? En die zei, een publiek die we nooit eerder hebben gezien. Dat zijn namelijk allochtone jongeren die hier normaal nooit komen. Dus die komen echt zo gericht, ik wil het boek van Lale en dan gaan ze weer weg. Ja, en ik vind dat gewoon zo leuk om te horen. Want het is gewoon een publiek die dat normaal niet leest, weet je wel. En nu zijn ze toch blijkbaar geïnteresseerd geraakt. Omdat zij zelf ook wel weten van, dit weet ik, maar ik durf het er niet over te praten. Even kijken hoe zij erover praten, weet je wel. Dan gaan ze zeggen van, en dan gaan ze mij een bericht sturen van, ik had eigenlijk vooroordelen. Ik was begonnen met het idee dat ik je zou haten. Maar zo eerlijk zoals dat je het opschrijft, ging ik het toch even bij mezelf nachecken. En ik dacht, ze heeft wel gewoon gelijk. Dus dat vind ik altijd zo leuk om te horen. En dan denk ik wel van, ik heb tenminste bereikt dat het... Dat mensen erover gaan praten in huiskamers of in klaslokalen of whatever. Ja, het was een heel mooi gesprek. Heel erg interessant. Super erg bedankt voor je tijd. En jullie bedankt dat jullie weer eens kijken naar een interview van Wolf Discussion. Volgende week interviewen wij Jonne Jansen, hoofd van de regionale recherche Amsterdam. Dus als je geïnteresseerd bent naar veiligheid in Amsterdam, kijk dan vooral. Hale, bedankt. Bedankt. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk.